even toe, ik ben niet een groot fan van het openbaar vervoer. Maar voor een ritje in de Koninklijke Trein, daar maak ik graag een uitzondering voor. Koningin Maxima en koningin Mathilde vertrekken vandaag vanaf perron 2 met de trein naar station Utrecht om het nieuw verbouwde Rokatterijnen te bekijken. Eigenlijk is er niet sprake van een koninklijke trein, maar is het meer een koninklijke wagon. Daar zitten nu de koninginnen en wij zitten in een, nou wel net treinstijl, maar het lijkt natuurlijk niet op de coupé waar de koninginnen zitten. Hoe ging het? Heel hartelijk. Twee geweldige majesteiten, heel spontaan, goed voorbereid. We hebben vanaf de bloemen van de kindjes tot en met net in de fietsenstalling geïnteresseerd betrokken. En onze koningin weet heel veel van Utrecht. Haar man is natuurlijk, de koning is in Utrecht geboren. En die kon ook vertellen, daar is Lombok en daar ben ik geweest. En over het stationsgebied, prima bezoek. Wat is hier? Dat is een paardloos. Kan ik even tellen?
Ik ga door het busje en wil ook zo weg. Dit was mijn laatste vlog over het staatsbezoek, maar natuurlijk in de volgende vorsten het uitgebreide verslag. Ah ouais, ça a duré, hein.